leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is weekvlog nummer 7. En er is net iets super ergs gebeurd. Mijn telefoon, die lag net op het kastje, het hooikastje. En ik hoor iets vallen. Dus ik denk, mijn telefoon. Dus ik kijk zo, zit er een fucking barst in mijn telefoon. Zeg maar niet in mijn scherm. Maar aan de bovenkant waar mijn voorkamer gaat zitten, waar ik nu dus mee film. En ik probeer de vlog te uploaden. Het internet ligt eruit. En het is best wel vervelend. Maar ja, ik mag toch over ongeveer 3 maandjes. Vier maanden nieuwe. Dus op zich maakt het niet echt uit of zo. Het is niet echt dat ik moet aanstoren ofzo. Dus ja, ik ga dus nu. Oh yes, YouTube doet het. Dus ik ga de vlog die jullie afgelopen maandag hebben gezien uploaden. En ja, super gezellig. Lewinsky aan het kijken en voor de mensen die het weten, ik heb trouwens gefigureerd in Dani Lewinsky. Ik ben het hier aan het kijken en ik herken dit, want dit is zeg maar die vrouw die je nu op tv ziet. Die zat ook zeg maar in mijn naam toen ik er was. Dus ik ga wat stukjes filmen als ik mezelf zie. Dat is super chill. Ik heb dit helemaal niet. Oké, ja, het zal wel. Maar ik ga even kijken of ik mezelf kan filmen. Het is nu dinsdag en er is wat gebeurd net. Ik heb net weer mijn veer gesneden door de vaatwasser. Er zat zo'n scherp puntje aan, zeg maar, en er sneed dus aan. En oh my god, ik heb bloed. Dus top, dus ik heb net een pleister geplakt en ik ga nu de tafel even schoonmaken. En dan zie ik jullie zo weer. Ik ben dus thuis en ondertussen ben ik Keeping Up With Your Kardashians aan het kijken. En waar ik vandaag ook achter kwam was zeg maar dat Zoe van Type 4i mijn vlogs kijkt. Super leuk. En dus ik ga nog even verder de Keeping Up With The Kardashians kijken. En dan zie ik jullie zo weer. Want ik ga zo meteen burrito eten. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ja, het is alweer een tijd verder. Het is alweer wat later op de dag, laat ik het zo zeggen. Het is nu ongeveer 7:30. Ik heb net in bad gezeten, ik heb net geslapen, ik ben naar school gegaan. Maar dat heb ik ook niet gevlogd. Ik ga er even bij zitten. Mijn moeder die kwam net mijn kamer binnen. Hier is mijn kamerdeur. Nee, dat is mijn kamerdeur niet. Wacht. Ik weet eigenlijk... Jawel, dit is mijn kamerdeur. Maar mijn moeder kwam dus een uur geleden mijn kamer binnen. Van Jamie, ik heb wat voor gehaald. Ze zegt, oh, wat dan? Ja, poffertjes en worstenbroodjes. Dus ik ga nu lekker naar beneden. Even een lekker avondeten. Want dat moet ook gebeuren, natuurlijk. Ik heb net de video gekeken van Larissa en Tara van Kitty's Cupcakes. Ik zal het linkje van hun kanaal even in de beschrijving zetten. Maar ze hebben dus vandaag een video geplaatst over Shabby, die overleden is. Ik heb er ook een comment achter gelaten. Omdat ik zelf ook een kat heb gehad, Hus. En dat is natuurlijk nooit leuk als je zoveel van een dier houdt. Dat je die op een gegeven moment kwijt bent. En, of dat het niet goed gaat. Maar ja. Dus ik ga nu lekker naar beneden. En ik zie jullie zo weer. Nou, zoals je kan zien lig ik in beddels, in mijn bed. Ik film mijn hoofd niet, want ik voel me echt zo niet goed. Ik lig ook nu in een soort van hemdje en gewoon wel maar ik ga niet al te veel bewegen, want mijn buik doet fucking pijn. Joggingsbroek lig ik gewoon. En ja, ik heb gewoon heel erg buikpijn en... mijn neus zit ook verstopt en zo. Dus daarom film ik mijn hoofd niet. Maar ik moet morgen wel naar school. Want ik zit morgen tot
5. Maar ik begin wel 1 uur. En dat is wel chill. En daarvoor wil ik even nog naar de stad om eventjes wat dingetjes te halen. Ik heb net de laatste aflevering gezien. De laatste. Want hierna komt er nog eentje. Van Temptation Island. En dan zie je echt hoe het met ze gaat nu. Super chill. En ik voel me echt zo niet goed. Dit duimpje omhoog. Als jij dit nu ook in je bed zit te kijken. Dat is wel leuk. Duimpje omhoog. Dus ik ga denk ik zometeen maar even lekker slapen. En dan zie ik jullie morgen weer, denk ik. Of jullie zien het volgende beeld over 3, 2, 1, nu. Ines, je bent gemeen. Ik heb dit binnen 5 seconden weggekregen. Alles was in één keer op. We zitten in de McDonald's en ik heb 20 kipnuggets. Nog meer kipnuggets. Wat is dit? Oreo? Smarties? Nee, met M&M's. En dit is Oreo en wat heb jij? Ik heb McFlurry M&M. En dit is dus alles wat Jamie heeft besteld. Wij hebben nog niet eens besteld. Ja. Huilen. Ik voel me nu al dik. Nee, geintje. Ik heb dit, gaan we lekker opeten. Wil je ook? Wil je ook? Mag je niet. Doei. Het is ook heel schattig dat ze wegrennen. Oh, alsof ik ze zou gaan slaan of zo. Hallo. Oh, je bent ik wacht voor Jamie. Okay. Waren het meiden? Die roepte selfie. Dat was echt schattig en ze renden weg. Super cute. Oké, we zitten aan het shoppen. Nou, eigenlijk. En dat is het. Ja. We gaan lekker shoppen. Ik ben met Ian, maar Ian zie je nu. En Jamie heeft zijn nieuwe jasje aan. Ik heb. Ines, stop. Dit is de Magnum Cap melk en dan met witte chocolade eroverheen. Het ziet er super lekker uit. En je kan het gewoon doen bij deze bar, de Magnum bar. En dit kan je dan doen. Lekker, Ian. Zo lekker. Wat heb je erop? Ook op. Iets met roosjes of zo? Ja, het smaakt nergens naar, maar het smaakt echt heel erg naar thee. En chocoladesnippers had ik ook aan. Ja. En iets met aardbeien, suiker. Dit gaan we lekker opeten. Dit wordt voor mij maken. Ja. Oké, ik sluit eerst de vlog even af. Doei. Nou, we hebben onze ijsjes op. We zitten in de wijker nog steeds te wachten. Het is, oh my god, ik wil ook op de telefoon. Kijk, dit is trouwens het hoesje van Ines. Super vet. Helemaal vies van het vet lekker. En achter mij is een spiegel. I like it, yeah. En dit wordt mijn future telefoon. Ja, weet ik. Maar ik zit te twijfelen tussen de iPhone 6 en de iPhone 6S Plus. En die is dus hier de haar aan het doen. 6 en 6S Plus. Waarom denk ik niet gewoon de 6 Plus dan? Geen idee. Maar we zitten dus in de bijkant. Het is wel fijner om te vloggen. Ian, hoe vond je het ijsje? Heerlijk. Alleen Ines heeft het niet helemaal opgegeten. Nee. Wil je meten? Nee, maar ik heb hem wel helemaal op en hij was super lekker. Het was 3,95 en je kan hem nog een maand halen bij de Bijenkorf. In Rotterdam. Of overal eigenlijk, weet ik niet. Dus yeah. Dus ik zie jullie zo weer. Mijn telefoon is bijna leeg, dus tot zo. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag, het is nu ongeveer 1 uur geweest, en, of half 1, sorry.
ik ben al echt al best wel lang wakker. Ik was om 9:55 was ik wakker geworden. Toen dacht ik, oh leuk, ik ga typen voor je kijken, want ze waren best wel blij. Waren ze al geweest. Dus toen heb ik het even terug zitten kijken. Het was super goed. En ik kreeg ook vanochtend een filmpje van Julianne. Dat ze is in Curaçao. En Be Brave is nu ook in Curaçao. Dus zo is mijn filmpje of zo. Het is wel weer lekker weer. Like every day. Of sinds gisteren. Gisteren was echt heel erg leuk. Ik heb gisteren alleen de vlog niet afgesloten. Maar ik was echt om, hoe laat? 11:00 thuis. Ik heb het echt heel erg gezellig gehad met Ray en met Ian. En ik heb ze toch wel iets beter leren kennen. Het was super gezellig. En op een gegeven moment gingen we ook op een steen zitten en zo. Het was super cute. En we hebben ook naar de sterren gekeken met z'n drieën. Het was super vet. Ik ga zo even lekker lunchen. En dat ga ik ook filmen. Mijn plan voor vandaag is eigenlijk, ik weet eigenlijk niet wat ik ga doen. Gewoon, ik zit nu in mijn pyjama, mijn modieke shirt. Eigenlijk in mijn sportoutfit met mijn UX. Duimpje omhoog. Als jij dat ook doet. UX aantrekken als pantoffels. Ik heb dat nu als pantoffels gedaan. Maar ik dacht, ja weet je, dit weekend doe ik gewoon rustig aan. Want volgende week is natuurlijk feed. En het weekend daarna ben ik ook het hele weekend in Amsterdam. Met Ian. Dus dat is wel chill. Zaterdag ga ik dan naar Amsterdam. Zondag heb ik dan concert. Maandag ga ik shoppen met Ian. En we gaan ergens om ontbijten, zeg maar. En we willen zeg maar iedere vrijdag nu afspreken met z'n drieën. Ik, Ray en Ian. Dan zijn we gewoon om 3:00 uit en klaar. Dus dat willen we dan iedere vrijdag gaan doen. Gewoon lekker naar school voor het weekend vieren. Gewoon goed vieren. Want mensen hebben dan met vrijdag uitgaan. Hebben wij dan zo ook met gezellig in de markt al zitten chillen. Wat, misschien wat eten, weet je wel. Gewoon een hapje. Superleuk. Het is er weer een paar uur later en ik dacht, laat ik maar eens een keer mijn klerenkast uit gaan zoeken. Omdat ik net een video heb gekeken van Lara Pontecorvo, dat ze dat deed. En toen dacht ik, oké, ik ga ook dat doen. Dit is allemaal kleren die ik uit deze twee kasten heb gehaald. Dan heb ik hier heb ik nog een kledingkastje waar ik allemaal kleren in doe. En daarachter is echt gewoon mijn walk-in closet. Ik ga gewoon goed mijn kleren uitzoeken. Dit haal ik er ook allemaal uit. En ook heel veel kledingstukken die ik had, was ik kwijt. Dus die heb ik weer teruggevonden. Even een paar wasjes doen, denk ik. Ook als ik het allemaal heb opgeruimd. Ik denk dat ik ook heel mijn kamer ook een beetje ga opruimen. Omdat ja, dat moet ook wel gebeuren. En ik denk dat ik dit gewoon ga versnellen. Dus ja, let's go. Searching for a longer day. People feeling like the light has just come. Ik ben aardig goed op weg. Dit moet ik nog allemaal. Maar ik heb dit al uitgezocht. En ja, mijn kamer is echt een bende. Dit gaat allemaal weg. Wat hier ligt. En ik geef ook dingetjes weg. De shirt. Dat moet ik opruimen. Ik moet echt mijn kamer helemaal op gaan ruimen. Maar ik ben er nog lang niet. Want ik moet deze hele stapel gaan uitzoeken. Van god, dit wil ik houden, dit wil ik houden, dit wil ik houden, dit wil ik houden. Doe dingen weg. En dan is het tijd voor deze kast. Om deze hele klerenkast op te ruimen. Maar ik denk dat ik dit wel allemaal voor een groot deel hou. Wat hier staat. Dus yes. Ik ben aan het skypen met Ientje. Alleen ik film mezelf. En ondertussen ben ik in TX2 aan het kijken hier. Met nu is Carolina of zo. Oké, is leuk. Doei. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik ga vandaag naar Alexandrium om even te gaan shoppen daar bij de Primark. Want ik moet een outfit hebben voor Viet, voor de YouTube Gathering en voor Shawn Madness, waar ik binnenkort heen ga.
Wat ik trouwens nog helemaal niet aan jullie heb laten zien, is dat ik een DVD heb gekocht woensdag. Deze, Bombini Holland. Ik heb hem al gezien en hij is super grappig. En nu lig ik lekker in bed nog te chillen. Het is nu 11 uur. Ik ga zo naar beneden lekker ontbijten. En ik wil vanaf maandag, dus vanaf morgen, wil ik gezonder gaan leven. Dus ik ga dus niet met de bus mee naar een stage, maar met de fiets. En dan is het misschien, normaal doe ik er ongeveer een half uurtje over in totaal. En ik wil gewoon nu gaan fietsen, omdat het gewoon ten eerste conditieopbouw is en zo. Dus ik vind het wel een goede motivatie. En ik ga voortaan ook gewoon om 7 uur opstaan, want dan kan ik gewoon rustig ontbijten en dat soort dingen. Dat doe ik nu ook niet in de ochtend. En dus dat. En ja, ik ga nu lekker naar beneden. En dan zie ik jullie zo weer. En mijn bed is ook weer helemaal opgemaakt. En nu ga ik op naar beneden voor ontbijt. The birds have just begun. We will always take a stand. For the people, for the land. Dit is mijn breakfast. Bruine boterham met smeerkaas en thee. Nou, het is al wat later op de avond. Ik ga mijn huiswerk even maken. Ik heb wat gekocht bij de H&M. Echt die simpele basic hemdjes deze. Maar deze heb ik gekocht omdat er in die andere die ik nu aan heb gat zit. En ik moest gewoon nieuwe hebben, maar ze verkopen ze niet. Ze verkochten ze niet meer bij de H&M onder het merk Log. Maar ik heb wel gewoon basic hemdjes gekocht die precies dezelfde stof zijn. Dus ik ga nog even de vlog editen. En dan ga ik hem op laten slaan, zeg maar. Ondertussen ga ik mijn huiswerk maken voor mijn stageverslag, want ik moet donderdag af. En ik ben bijna klaar, ik moet alleen een paar dingetjes invullen. En dan ga ik slapen daarna. En dan is het dag alweer voorbij. Dus bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Doe een dikke duim omhoog en dan zie ik jullie de volgende week weer.